Er is een nieuw beroep in opmars, namelijk dat van leefstijlcoach. De leefstijlcoach wordt vergoed door de zorgverzekeraar, want we worden met z'n allen steeds dikker, steeds ongezonder, we roken nog steeds, we eten te veel vet. En deze leefstijlcoach die gaat ons leren hoe we dat allemaal beter kunnen doen. Op 18 juni is er een dag vanuit het sportbedrijf waar de leefstijlcoaches en het sportbedrijf bij elkaar komen, omdat ze intensiever gaan samenwerken. En wij gaan eens even op zoek naar, wat doet de leefstijlcoach? Dat is iemand die mensen begeleidt bij het gezonder en actiever leven eigenlijk, heel kort gezegd. En wie zijn jouw deelnemers, klanten, cliënten, patiënten, hoe noem je ze? Cliënten over het algemeen? Ja, inderdaad. Het kan echt iedereen zijn. Eigenlijk iedereen, de meeste mensen hebben problemen met overgewicht. Maar we helpen ook mensen die wat minder stress willen, mensen die willen aankomen ook. Gewoon mensen over het algemeen die gewoon wat gezonder willen leven. En waarom hebben wij dat nodig? Omdat de helft van Nederlands heeft bijvoorbeeld overgewicht. En overgewicht is een voorstadium van chronische aandoeningen. Dus mensen die worden ziek. En steeds meer mensen krijgen ook leefstijlziektes, zoals diabetes en COPD. Gezond leven kan maken dat je niet ziek wordt. Ik ga kijken in eerste instantie waar komt dat overgewicht door, hè? Wat is de oorzaak? En daarna gaan we kijken naar het voedingspatroon, naar het beweegpatroon. En we gaan kijken hoe we daar zulke aanpassingen in kunnen maken dat een klant dat blijvend kan veranderen. Ze gaan ook kijken hoe ziet iemands leven eruit, wat voor werk doet iemand. Werkt iemand nachtdienst, werkt iemand overdag? En we gaan zo proberen het leefstijl zo te veranderen dat het voedingspatroon en het beweegpatroon beter wordt. En hebben jullie daar dan ook allemaal kennis van al die onderwerpen? Zowel hoe iemand moet stoppen met roken als hoe die moet gaan sporten? De leefstijlcoach heeft over het algemeen niet kennis van alle inhoudelijke thema's. Maar wat de leefstijlcoach vooral doet is heel veel samenwerken en de verbindingen leggen. Dus een multidisciplinaire samenwerking waarin je bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut gaat voor je lichamelijke klachten. Waarin je naar de diëtist gaat die met jou je voedingsplan doorneemt. En de leefstijlcoach is er echt om in het brede stuk, die hele leefstijl, te kijken van welke aanpassingen zijn nodig en wie kan jou daarbij helpen. We krijgen vooral onze aanmeldingen vanuit de huisartsen en de praktijkondersteuners van de huisartsen, maar ook vanuit de fysiotherapeuten en de diëtistes. En we werken heel veel samen met de gemeente. Ook steeds meer mensen komen zelf bij ons via onze website of via de zorgverzekeraar, omdat het nu vergoed kan worden door de zorgverzekeraar, een leefstijlprogramma. Dus alle hoeken en gaten komen ze vandaan. Ja. 18 juni is onze eerste bijeenkomst van het Leefstijlcoach samenwerkingsplatform voor regio Arnhem en vooral Gelderland. Voor allerlei leefstijlcoaches en leefstijlcoachberoepen die de handen ineens slaan om te kijken of ze kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken. Het is een opkomend beroep, dus er komen steeds meer zelfstandige leefstijlcoaches die het beroep uitoefenen. En wij als sportbedrijf hebben al een aantal jaren die leefstijlcoaches in dienst. Om te kijken of we elkaar kunnen versterken en vooral kunnen kijken hoe we het beroep van de leefstijlcoach een goede invulling kunnen geven, hebben we deze samenwerking opgezet.